Hoi allemaal, ik laat jullie vandaag zien wat voor beautyproducten er in mijn douche staan. Dus ben je benieuwd wat voor producten ik daar heb staan? Kijk dan mee. Is de douche. Begin even bij de onderste plank. Hier ligt onder andere mijn borstel. Oh, de deur kan open trouwens. Mijn borstel van Opia. Het is dus gewoon het merk van Primark. Mijn MAC setje die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Er staan nog een paar andere cadeausetjes bij. Ja, gewoon lekkere luchtjes die ik dus gewoon hier heb staan. Een Dove body lotion die ik echt heel lekker vind. En eigenlijk dagelijks gebruik. Op zondag en woensdag gebruik ik wat anders. Maar dat zullen jullie zo zien. Dan kom je hier bij mijn luchtje. Het is So Eternal. Gewoon een luchtje van de Kruidvat. Hij ruikt echt super lekker. Dit is het flesje. Hij is eigenlijk al ja, weer bijna op. Ik heb ook nog andere luchtjes, duurdere luchtjes. Die staan hier toevallig niet bij. Die heb ik gewoon bij mijn beautyhoek nog staan. Die zal ik hier nog wel een keer neerzetten, denk ik. Maar dit is eigenlijk het luchtje dat ik dagelijks pak als ik dus niks speciaals heb. Dan zien jullie mijn Dove Beauty Finish. Gewoon mijn deodorant. Gewoon een, ja... Yeah. Heerlijke deodorant zonder alcohol. Super fijn. Ik ben echt een fan van Dove producten. Jullie zullen zo nog wel meer Dove producten van mij tegenkomen, denk ik. Een White Now van ProDent heb ik gereviewd op mijn site. En daar zijn behoorlijk wat verschillende commentaren over uitgekomen. Wie hem wel fijn vond en dat zou ik absoluut niet fijn vonden. Dus ik vind hem nog steeds super fijn. Ik gebruik hem dan ook nog steeds dagelijks. Max mondwater is een mondwater van de Action. Ik gebruik niet dagelijks mondwater. Als ik het echt alle dagen achter elkaar gebruik, dan krijg ik heel erg prikkelende tong. Dus dat doe ik niet. Dan heb ik hier mijn tandenborstel. Deze is van Jordan met een white polish pad. Die kun je dus ook over je tanden gebruiken voor een wit effect. En werkt dus bij mij heel goed met de ProDent tandpasta. Een bakje wattenstaafjes van de Action. Altijd makkelijk. Dan gaan we hierheen. Hier zien jullie een bakje met stiekjes staan. Altijd makkelijk. Als ik ga douchen zet ik mijn verders vast met een stiekje. En omdat ik 's nachts mijn haar vastzet, gebruik ik ook stiekjes. Oogdruppels voor mijn chronisch droge ogen. Mijn Dove shampoo Intensive Repair. Echt mijn favoriet. Die ik altijd gebruik. Daar hoort ook de conditioner bij. Ook een heel fijn product. Er zit niet zo heel veel meer in. Gaan erg snel leeg. Lenzenbakje. Niet echt speciaal. Dagcreme van de Hema. Ook een nachtcreme van de Hema. Ik ben echt fan van de Hema. Lensvloeistof. Jullie zien hier ook nog een Dettol staan. Dat was in tijd met mijn piercings. Gebruikte ik veel Dettol. Straks net wat laten zetten. Dan zien jullie hier een bakje met doekjes van de Action Onyx reinigingsdoekjes. Daar heb ik nog een. In dit bakje zitten dan ook, als die open wil, van die doekjes. Die kun je dus nat gebruiken. Die kun je nat maken en dan gaan ze schuimen. Komen jullie hier terecht. Hier zien jullie een Go Fresh van Dove. Erg lekker, lekker wassen. Ja, douchefris moet ik zeggen. Een douchefris. Een Care & Repair André Lon verzorgingspompje voor droog en beschadigd haar. Kun je dus doen als je nog klitten hebt na het douchen. En werkt echt super. Een anti-spot essence cream wash. Het is eigenlijk gewoon een gezichtscrub. Van Essence is bijna op. Vond ik altijd een heel fijn product. Heeft Essence niet meer in de lijn zitten in Nederland volgens mij. Ik ben bij verschillende kruidenfilialen geweest die hem gewoon echt niet hebben. Zonde. Hij is super fijn. Maar ik heb inmiddels ook een andere staan al. Als deze gewoon echt niks meer uit gaat komen. En ik denk dat ik vanavond hem voor het laatst zal gebruiken met scrubben. Ik scrub mijn gezicht namelijk 2 keer in de week. Een schiergel van het Kruidvat. Ook
Beenontharing, spul voor gevoelige huid van het kruidvat. Staat hier. Bodyboter. Actionmerk. Heeft hele goede spullen. Ik ben nog erg benieuwd naar de shower gel daarvan. Daar heb ik dan ook een body scrub van. Gebruik ik het dan ook 2 keer in de week. Als ik mijn huid heb gescrubd, gebruik ik dus of deze body butter. Of een master cream die hier staat van Pure Coconut. Die twee wissel ik af. Om de week gebruik ik ze. Super lekker. Mijn Pantene haarmasker ook bijna op. Hierna ga ik over op Dove. Erg fijn product. Dan heb ik hier make-up remover pad. Kruidvatmerk ook. Echt. Ik ben echt gek op het kruidvat. Onyx. Doekjes. Van de Action. Ook van die pads voor ogen en poriën en weet ik veel allemaal. Bellaflex. Haarlak. André Long, Pink Collection, Shine Spray, ook heerlijk om je haar te ontpluizen. Vind ik hem perfect bij werken. Dan heb ik cleansing melk voor de ogen van de Hema. Er wordt ook een lotion bij. Staat hier ook. Er staat dan ook voor het gezicht cleansing milk en een lotion. Erg fijne producten. Een hair repair anti-klitspray van de Action. Ook wel een hele goeie. Anti-serum spray staat er ook. Gewoon een serum moet ik zeggen. Ook van de Action. Dan heb ik mijn Professional Heat Protection spray hier staan van het kruidvat. Een massage, hoofdmassage ding staat hier ook. Werkt best lekker. Argan olie. Anti-klit. En dan staat er nog een Wonder Serum Spray. Ook van de Action. En nog een L'Oreal Elnette spray. Ja, en dan staat er nog een spray met water. En ik heb ook nog een prullenbakje staan voor mijn doekjes. Van de make-up. Ik zal even alles eventjes een beetje terugzetten. Dan hebben jullie ook eigenlijk meestal wat in mijn douche staat wel gezien. Ik heb nog van die handige haardoekjes. Haardroogdoekjes. Haardoeken, whatever. Tuurlijk, alles gaat om. Dan heb ik hier mijn rugborstel. Super lekker van de Action. Een puff van de Hema. En hier liggen mijn handdoeken als ik heb gedoucht voor mijn haar. Dit was dus ook mijn douche. Jullie zien alles nog even zo in een flat staan. Super fijn spullen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten welke spullen jullie ook zouden willen proberen, misschien gebruiken. En als je zelf ook een filmpje hebt, schrijf even je URL erbij. En dan zal ik hem ook graag willen bekijken. In ieder geval voor nu bedankt voor het kijken. Doeg!